Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie laten zien hoe ik deze krullen heb gemaakt. Ik heb hiervoor geen warmte gebruikt, alleen maar 4 sokken en 4 elastiekjes. Ik ben super blij met het resultaat. Het lijken echt krullen die je maakt met een krultang. Het zijn hele mooie grote krullen en als ik nog met mijn handen meer doorheen ga, dan wordt het echt wat meer natuurlijker. Dus het is ook zelf wat jij mooier vindt. Maar ik vind het nu zo wel mooi, want ik weet dat het straks een beetje gaat uitzakken. Dus nu laat ik het even zo. Maar aan het einde van de dag heb je nog steeds wat slagen. Ik zou ook nog wel wat beelden plaatsen van hoe het er vanavond uit gaat zien. Ik zou het nog even van dichtbij laten zien. Dus ben je benieuwd hoe ik deze krullen heb gemaakt? Kijk dan vooral verder. Het makkelijkste vind ik dan om even een deel vast te maken. Doe ik even met een elastiekje. En het eerste wat ik ga doen is dus het onderste pluk krullen. En daarvoor heb ik 1 sok nodig. Het liefst wil ik al mijn krullen naar de buitenkant krullen. Dus daar moet je even rekening mee houden welke richting je naartoe moet krullen. Ik pak eerst een klein plukje. Die draai ik om de sok heen. Dan ben ik weer bij het begin. Dan pak ik nog een plukje. En dan draai ik weer om de sok heen. Ben ik weer bij het begin. Pak ik nog een plukje. En je gaat eigenlijk net zo lang door totdat je geen haar meer hebt om de sok te krullen. Dit laatste uiteinde maak ik vast met een elastiek. En vervolgens pak je deze uiteinde en het bovenste uiteinde en die knoop je vast. Je moet best wel een strakke knoop maken, want anders gaat het in slaap los. En dan heb je dus een pluk zonder krullen. Het lijkt eigenlijk een beetje op invlechten, alleen dan maak je alleen maar draaibewegingen. De sokken zitten er allemaal in. En morgen gaan we hele mooie krullen hebben zonder warmte. Ik zal even een update geven. Het is nu 4:30 en toen ik begon met filmen en de krullen of de sokken had uitgehaald, was het volgens mij 11:00 ochtends. Dus we zijn nu 6,5 uur verder en dit is hoe mijn haar er nog steeds uitziet. Ik ben net ook naar buiten geweest om TikToks te maken en het waait best wel hard buiten. Dus mijn krullen zitten er nog best wel goed in. Het is nu 9:30, dus ik ben hoeveel uur verder? 11 uur verder, zoiets ongeveer. Ik wil gaan douchen, dus daarom de laatste update. Dit is hoe mijn haar eruit ziet. Ik zal even mijn blazer uitdoen. Dan zie je het wat beter. Maar kijk, ik heb nog best wel veel krullen. Of, nou ja, het zijn nu meer slagen, maar kijk dit. Het zijn nog best wel krullen. En zeker een aanrader, want het is helemaal niet schadelijk voor je haar. En het is ook nog eens super leuk. Oké, dit is echt de allerlaatste update, maar ik wil het wel even laten zien. Ik ben wakker geworden, dus de volgende dag. Maar ik heb dus gisteravond voor het douchen best wel mijn haren geborsteld. Gewoon echt alle klitten eruit. En vanochtend ook weer. En dit is wat er overblijft. Nog best veel slagen.